We gaan duiken! Yay. Yay. This is 5 years old Raki. He's also strong. 5 years. Nou, gaat hij weer. Ja, yeah, I feel it. Oh, ze gaan ons in het water. Nee, nee, ik heb een telefoon! Een telefoon! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en we zijn op dit moment nog steeds op Kreta. We hebben het ontzettend naar ons zin. Gisteren heb ik mijn verjaardag gevierd en het was echt geweldig. Het is vandaag hier nu 9 juni. Ik ben samen met jongetje. Samen met Thijsie. En Maiben die komt er ook zo aan. Die heeft dit al getekend. Alleen ik maak hier een fout. Wat dan? Want wat was er gisteren ook weer? Oh, ja, verjaardag. Je hebt je leeftijd verkeerd. Ik heb mijn leeftijd verkeerd opgeschreven. 27. Ik had 27. Oh, je hebt al goed weg. Ja, dus ik moet nog even wennen aan het feit dat ik een jaartje ouder ben geworden. Het is een beetje hetzelfde als dat het van 2021 naar 2022 gaat. Wat trouwens een mooi getal is, 2022. Ik kan niet wachten op 2222. Ja, maar je bent mee. Ik zat te denken, ja, maar lijkt me wel. We worden wel heel oud. Maar dat is hetzelfde als dat je gewoon de datum dan zeg maar op school gewoon intikt. En dan verkeerd, omdat je een jaartje achterloopt. Dat had ik nu ook. Maar geen probleem, ik zet gewoon even 28 neer. We gaan duiken. We gaan duiken. En de reden waarom ik als enige hier het formulier heb en zij niet meer is omdat zij het meteen hadden ingevuld. En best wel zeker waren van hun zaak. Maar ik had zoiets van, duiken, dat vind ik heel erg spannend. En ik hou niet echt van de open zee. Ik hou al helemaal niet van het feit als je ver weg bent van het land en je kijkt naar beneden in het water en je ziet alleen maar zwart onder je. Dan heb ik al helemaal zoiets van, oh shit, dit vind ik echt veel te spannend. Maar ik heb net te horen gekregen dat het ongeveer 4, 5 meter diep is. Dus dat valt heel erg mee. En hij heeft een live camera daar op zijn laptop. Ga ik nog eventjes laten zien. Maar heel op onze blad. Kijk, staat onze... Hier staat mijn naam. Dit heb ik net ingevuld. En mijn naam. Ja, dit is naam. Toen we dat formulier invulden, ging het door het blad heen. Maar alleen jullie naam? Ja. Zo raar. Ik jullie naam op dan. Kijk, ik zal eventjes laten zien op de live camera hier zo. Kijk, hier zie je, oh, daar zwemt toevallig net wel een grote vis langs. Kijk, hier nog eentje. En daar zitten dus allemaal dikkere vissen onder. En er is ook kans dat we een schildpad eventueel kunnen zien. En dit stukje, zo ongeveer het diepste punt, is 5 meter. Dus toen hij dat eenmaal vertelde aan mij, dat het niet echt 30 meter diep is of zo, toen had ik zoiets van, oké, dan zou ik het nog wel willen proberen. Dus ik vind het alsnog wel een beetje spannend. Ik heb nooit op mijn lijstje gehad een soort van bucketlist van, oh, duiken zou ik ooit nog een keertje willen doen in mijn leven. Noël daarentegen wel. Die wil heel graag al een keertje duiken. Dus vandaag sowieso een mooie dag voor Noël. Maar Thijs heeft ook nog nooit gedoken. 1 keertje in een zwembad. 1 keer in een zwembad. Ja, Noël ook 1 keer in een zwembad. Ik überhaupt nog nooit. Marvin ook nog nooit. Dus dat wordt wel leuk. Ik heb er wel zin in. Beetje spannend, maar wel zin in. Dus ik vul nog even wat dingetjes in. Dat mocht ik toch iets overkomen of gebeten worden in mijn nek door een schildpad. Dan is het niet mijn schuld. En ook niet van de schildpad. Dus even invullen die handen. Voor jou dikke flippers. Ken je flipper dolfijn? Zo heet hij toch? Ja, toch? Dolfijn, ja. Ja, toch flipper dolfijn? Ja, flip. Flip, of ja. Flippen. Yeah. Volgens mij flippen. I got a 44-45. I think 42-43. Kijken of we deze aankrijgen. Hoe ver komen jullie tegen? Ja, klaar. Dat is echt al ja, echt. Dat wou ik ook zeggen. Waarom ziet het bij Thijs nou weer zo grappig eruit? Altijd hebben wij. Balans. Do you have a bigger? Yes. Is it too tight? Yes. Thank you. Yeah. Is
Ah. Even die achterkant trekken, ja. It's this. I have very breed feet. Does it hurt you now here? Yes, a little bit. This is very wide. Yes, then I will give you a size bigger. 46, 47. Jij gaat hard straks, joh. 46, 47. Ja, haalt die vissen bij. Ja, ik zwem zo vol door de bodem. Ja. Hij zwemt weer terug naar Nederland. Hij gaat zoals een dolfijn, zo straks helemaal zo boven het water. Oh, ja, dat zijn echt grote... Je hebt echt wel, joh. Ik moet echt even gaan zitten, want dit wordt helemaal niet. Beter? Ja, het moet wel. Het doet echt pijn. Maar misschien als het nat is, dat het wel beter is. Nee, want het is dit plastic, wat niet meebuigt. Kijk, deze zijkantjes. Ja, it still hurts, yes? Yes. Because of the plastic... Yes, I will give you... Deze is wel te groot, zeg maar. Ja. Try this one. Kijk, hoe moet ik zwemmen dan? Ja, dat is wel lopen. Spartelen, ja. Wij zijn allemaal aan het zwemmen en ze loopt zo gewoon. Zoals je voor het bol van. Hé, jongens. Waar zit de schildpad, klop. Bij je oei achter me aan zwemmen. Die gaat vol, dat zo. Ja, hoe doe jij flipper nou? We give you shoes. Oh, step in. Hey. Is this okay? Yes, yes, of course. Yes. Hij ziet wel cool uit. Oh, eerlijk. Balenciagas. What was your name again? Philip. Philippos. Philippos. Okay, I will give you some silicone for you. Hij blijft zo zitten op mijn gezicht. Dat geluid was echt mooi. Wat hoorden jullie? Ik kreeg gewoon geen adem. Oh, sorry. I'm sorry. Sorry. Okay. And one for you. Nope, is niet goed. Zie, ik heb grote voeten, groot hoofd. Het zit allemaal mee. Ik krijg wel weer mooi. Ja, kijk. Dat doet hij expres. Perfect. Ja. Graag. Hey, wel een smooth brilletje hoor. Ja, het ziet flex uit. Die mooie schoentjes, een mooi brilletje. Hij krijgt allemaal die grote dingen. Niemand krijgt die. Hij krijgt die. Hij krijgt weer extra zuurstof mee. Ja. Hij krijgt een hele tank bij de Lekker naar de bodem, hij maakt 2 meter. Oh, ik veug me je zo op om jou in zo'n suit te zien. Je moet hem dadelijk uitdoen. Ja, dus we moeten aandoen, passen en uitdoen. In Nederland zeggen we meten is weten. Laat zien, maatje. Weet je wat dat is? Dat is verkleuring, omdat hij het warm heeft. Ja, echt precies de vlekken allemaal. Ja, man. Ja, man. Volgens mij is het wel echt zo'n pro-diver. Zo ziet hij er wel uit. Zo'n smooth Griekse diver. Je mag op met je smooth Griekse. Je mag gewoon je swimming krijgen. Echt niet? Ja, dat zei hij. Oh. Ja, je mag in je... goed onderbroekje. Maar je mag ook wel met onderbroek. Ja, ik ga even omhoog. Ja, dit is altijd echt vervelend. Dit zit zo strak. Ik krijg weer zo'n mooi gouden pakje, hoor je. Oh, die gaat zo benauwd. Zo mooi dit tijd. Hey, staat je goed, man? Hij is gewoon kwets, joh. Het ziet er goed uit, hoor, boys. Is this a good sound? This is a perfect sound. Nice. See, first try? First try. You have a wetsuit for me? Oh, it's here. Ah, oké. Ik hou ook in mijn onderbroek, ja. Jeez. Oh, kut, ik heb geen onderbroek aan. Kut, hij gaat naakt. Jij wel een zwembroek nu? Of ga je naakt? Ik ga met mijn zwembroek hier. Nee, niet naakt. Dus 25 minuten rijden naar Bali. En nu zie ik je misschien denken, Bali, dat is toch niet op Griekenland? Dat is toch niet op Kreta? Maar Bali is gewoon een plekje hier zo. Gewoon als Bali, net als in Thailand, is dat toch? Ja. Ja, toch? Bali, Indonesië, Thailand. Yes, kan de camera uit en kan ik mijn pakje uit doen en zo? Nee, dan kan ik even aandoen. Ik krijg het snik uit. Mijn broek is denk ik daar helemaal verkleurd, dat is wel uit. Ja. Dat is zo mooi, die onnatuurlijke bewegingen om dat pak aan te krijgen. Ja. Hoppa, maatje. Wat mooi dat hij toch meegaat, hè? Ja, ik vind... Volgens mij is hij te groot, hoor. Te groot? Ja, dat ook? Ja, dat heb ik ook. Kan je ook nog straks zetten? Dat was voor mijn gevoel ook. Once it gets wet, it gets... Is it a bit tight here? Does it push you the shoulder down? Yeah, a little bit. I can give you a large, tall one.
Toch een andere? Kun je even overnemen, man? Jezus. Heb je het warm? Ik zweet gewoon al. Ja, lekker joh. Als het goed is, als je in het water zit, dan heb je dat niet zo erg. Nee, maar dan is het gewoon koud. Dan heb je een beetje de kou om je heen. Ja. Nou, daar staat hij. De dikke pick-up truck van Atlantis Diving Center. Oh, hier zijn de tanks. Kijk, we vroegen ons al af, waar zijn de tanks? Maar die liggen al in de auto. Oh, we have 4. Are you not coming to dive with us? I will. 5. Where's your tank? Ah, you're joking, hè? You're joking, hè? Ja, is grappen maken. Ja, dat zeg je echt. Ja, dat is zo mooi die haar erachter. You're joking, hè? Huh? Ah, you're crazy, hè? Huh? Ja. We are good to go. Nou, daar gaan we. Nou, zal ik dan maar weer voorin gaan? Ga ik wel naast mijn maatje Philip, geen probleem. Deze steen hier rechts dan. Damn. Ja, dit is echt niet normaal. Kijk dit. Oh joh, dat is helemaal van de zijkant gekomen daar. Dat zat ook zo op de weg laten liggen. En we gaan nu een beetje off-road. We zijn bijna bij Bali. Nog 3,5 kilometer. Huh? Wow. Dit is zo vreemd. Dat is de andere kant. Oh. Oh joh, ik zeg zo, wow, poebas. En hij zegt roefas. En wij keken elkaar aan van, wat bedoel je? Maar je ziet zo die andere kant. Ik dacht dat ik een ander flesje had. Ja. Roefas, poebas. Ja. Hier staat poebas, maar hier staat roefas. Dus we zeiden tegelijk hoe het merk heet. En we keken echt zo van, ben je gek of ja, zo? Ja, waarom zei je het dan? Zo goed. Hey, jouw hoedje is ook goed, maatje. Die is goed, zo, ja. Hè? Die is ook net zo in de zijkant. Ja, dat is kijk, geniaal. Ik kan als cowboy door het leven gaan, maar als je gaat vissen... Ik kan het allemaal. You see that? It's not... You can just break it. Yeah, you just break it. It's like the earth getting one piece. Ja, ik vroeg namelijk aan hem van hoe kan het dat alleen in de winter gebeurt, dat al die stenen naar beneden vallen. Toen zei hij van nou, het zijn eigenlijk niet echt stenen. Het is gewoon, zeg maar... Een soort van kalk, toch? Ja, het is ook geen klei of zo, maar het is zeg maar dat water, omdat het zo droog is hier in de zomer, dan dat water maakt het een beetje nat en daardoor gaat het verschuiven. Maar het is niet echt steen of zo. Het is, ja, hoe moet je het uitleggen? Het is heel vreemd. Ik weet niet of er iemand is die het goed kan uitleggen in de reacties, dan laat het anders weten. Maar het is in ieder geval, het zijn allemaal soort van kleine plaatjes. Je kan het breken. Door die verschuivingen, je kan het heel makkelijk breken wat hij net liet zien. Dat is wel leuk, want hij vertelt wel veel. Hij legt veel dingen uit en zo. Zo, kijk dan met die wolken zo. Ja. Wel gaaf hoor dit. Wat een plaatje weer. Wow, kijk dit dan, hé, mensen. Dit is echt heel erg nice. Zo, je zal hier maar een huisje hebben. This is where we are. Oh, nice. Daar gaan we duiken, daar zo, in dit stukje. Wow, je kan het water zo goed zien daar beneden, dat is niet normaal. Echt een mooi uitzicht dit. Gezondheid. Ik moet altijd niezen van chocola. Ik weet niet of mensen dat ook, andere mensen dat ook hebben. Maar ik heb serieus? Altijd. Ja, we hebben net namelijk chocola gekregen. Dat is zo lekker. Ja. Ik heb dit nog nooit gehad, maar ik weet niet of jullie dit kennen. Amaro Amaretti. Is iets van chocola wat smaakt naar brood of zo had hij het over. Ja, maar dat vind ik dus niet. Dat vind ik ook niet, maar nee. Had hij het wel over. It's chocolate and it tastes like bread. Weet je waar het een beetje naar smaakt? Je hebt in Italië heb je van die harde koekjes. Weet je dan wat ik bedoel? Zo'n koekje die je dan bij de koffie krijgt. Ja. Daar smaakt het. Ik snap wat je bedoelt, ja. Ik snap zoet, wat je bedoelt. Een beetje zoet biscuitje. Nou, laten we het meenemen voor de visjes. Ja, is goed. Oké, we hebben hier dus nog wat tanks, wat spulletjes. We hebben tasjes. Ik heb mijn eigen cameratas. Die tanks mochten we niet tillen, dat doet hij zelf. Dus wij gaan nu hier naar beneden, krijgen we een instructie. En dan gaat alles wel helemaal soepeltjes vanzelf. Ja, die vlag had ik al gezien van boven. Staat Spider-Man op. Ruikt hij naar worst? Ja, het ruikt hij wel naar lekker eten, ja. Kijk, daar heb je Spider-Man. Wauw, dit is een mooi bijtje, hoor. Niet normaal. Het is echt mooi hier zo. En die chocolademelk moet ik snel opeten, want dat smelt echt zo snel. Geef me nog maar een stukje. Nou, daar zitten we. Gaan we even een briefing krijgen? Ja. Voor duiken. Dat is wel belangrijk. Hoe we ons moeten gedragen. Wat voor tekens we kunnen maken naar elkaar, zodat we het ook begrijpen. Ik weet een teken. Serieus, maar dat heb ik geleerd en heb ik nog steeds onthouden. Je moet, als het goed met je gaat onder water, moet je niet dit doen. Want dit betekent van dat je naar boven gaat. Je moet dit doen onder water. Want
want dit is zo wel, ik kan naar boven, maar je moet zo doen. Ja, dat wist ik. Ja. Ik wist toevallig dat dit... precies. Dat wist ik. Het is me altijd bijgestaan, ook al is het echt een 15 jaar geleden zo dat ik het voor het laatst gedaan heb. Daar heb ik nog een verhouding in. Sick. Oké. Okay. Zegt die dak iets anders. Ja. Oké, zo. Oké, I have a question. Yes. Dude. If everything goes well underwater, do you do this or this? This. And why not this? Well, this means we go up. Hey! Hey! Chapeau! I knew it. So you don't need a briefing. I do. I will explain you how everything is working. We start from the cylinder. We have a 10 liter cylinder with 200 bar pressure inside. That means that we have 2000 liters of air. Then we have the regulator, which is divided in 5 pieces. We have the first stage that all the pressure goes here, and then it divides the pressure on the hoses with less pressure than 200, otherwise it would explode everything. It's about 8 bar pressure. Then we have the second stage. This one is actually the regulator. We put the lips around so the air that we breathe in doesn't go out or the water doesn't come in. Yeah, and that's the thing you have to get used to, that you are breathing through your mouth. Exactly. And not your nose. The nose is blocked from the glasses, from the mask. It will take you about 4 or 5 minutes to get used to it, then it goes by itself. Then we have the alternative one. This we are not going to use it today. We use it only in case someone has no air. Ben ik de enige die denkt aan dat nummer van Chris Brown, No Air? Ja, ik dacht het niet aan. Ik ook niet. Ik ook niet. Goed. Ja, we kunnen verder. Geen handklap van ja, man. Nee, sorry man, deze kan niet. Nee, man. Then we have our SPG. That shows us how much air we still have in the cylinder. We start with 200 and we always finish the dive with 50. You have also a depth gauge that shows you how deep you are. Whenever you want to see how much air you still have or in what depth you are, you can search for it and check. Okay. Yeah. No. Yeah. Okay. I understand. Mouth in, mouth out. Breathe in, breathe out. Yeah. Not mouth in. When I ask you if everything is okay, you have to answer me that everything is okay. If there is any problem, shake your hand. That means I have a problem. And please show me, or maybe point me, where the problem is. For example, I have a problem with my ears. It's exactly like at the plane. When you start the flight, you feel pressure at the ears. And much more, you feel it under water. Later. So, pak je mooi aan. Noëlletje ook. Pak je aan. Later. Lekker man. Oké, we gaan even naar de douche toe. Dat was een tip van hem die hij gaf. Aangezien het heel warm is met dit pak aan, kan je het beste meteen even met dit pak onder de douche gaan springen hier. Maar het komt niet door het pak, dus je moet het erin laten lopen. Echt? Ja. Hebben jullie het helemaal in laten lopen? Ja, want nu voel je het niet. Oh, nu is het wel wat kouder. Ja, maar ik zou het erin laten lopen, want ik heb nu alweer warm. Ik wil nu alweer. Serieus? Ja. Dat is wel koud. Ja, maar nu is het wel lekkerder, hè? Door het pak voel je niks. Nee, ik ben heel benieuwd hoe koud het dan onder water is. Want diep is het natuurlijk wel koud. Ja, volgens mij wordt het heel snel koud hoor. Ja. Maar het is dus zeg maar zo dat we niet heel diep gaan. Nee, maximaal 6 meter volgens mij. Ja, 6, 7 meter hangt een beetje vanaf hoe we het doen. Ja. Als we het goed doen, dan gaan we dieper. Ja. Oh, mijn rug nu. Oh, lekker. Ik ga ook nog even. Lekker? Ja. Eigenlijk zo bij je rug in, hè? Ja, heerlijk. Oh, wat een plaatje ook dit. Lekker. Dit wordt wel echt nice hoor. We gaan ongeveer naar die boot toe daar zo. Daar waar die boot ligt. Daar is het ongeveer 3 meter, misschien net 4. Stap voor stap. Stap voor stap, dat is wat je nu doet. Wow, dit ziet er goed uit hé. Ja, dit ziet er ja, man. Professioneel uit. Dit ziet er echt ziek uit. Let's go, ik heb zoveel zin in. Hier zie je het verschil tussen een pro-diver en een amateur-diver. You look pro. Yeah. What's the deepest you've dived? Dove. Wat is de verleden tijd van dive? Dove? Those are questions that we cannot discuss. Oh, okay. But it was deep. I will say 42, which is the maximum. Ah,
oké. Ik snap waar dit heen gaat. Ah. Maar je hebt bepaalde regels. Je hebt dus bepaalde regels inderdaad. En je mag dus blijkbaar volgens een regel maximaal 42 meter duiken. Maar hij gaf al een hint, zeg maar, dat hij echt wel dieper is geweest dan dat. Wat best wel sick is. Want 42 meter, dan ga ik sowieso in mijn broek poepen. En dat is niet lekker voor zo'n wetsuit, denk ik. Want dat gaat helemaal via je nek omhoog. En dan... in ieder geval, hij heeft ons heel veel dingen uitgelegd. Dit betekent goed. Dit betekent omhoog. Dit betekent... What does this mean? Go down? Descent, ascent. Descent, ascent. Dus omhoog, naar beneden. Alles Gucci. Als er iets niet Gucci is, dan moet je dit doen. Everything Gucci? Everything Gucci. Ja. Vindt hij mooi, hè? Echt een hele aardige gast, die Philip. Is echt een toffe gast. Dus dat is het. Als je problemen hebt, dan moet je dit doen. En dan moet je aanwijzen waar het probleem zit. Dus met je mond doe je dit en dan je mond. Heb je pijn in je oren, doe je dit en dan je oren. Dus ja, we gaan duiken. Yay! We gaan duiken. Oh ja, en dit is de camera die ik meeneem. Ik vind dat best spannend, moet ik zeggen. Want ja, ik wil me eigenlijk focussen op het duiken. Maar ik wil natuurlijk jullie ook zoveel mogelijk laten zien. Dus ik ga proberen deze mee te nemen en dingen te filmen. Is dit trouwens, dat hier mensen allemaal aan het chillen zijn, die zijn allemaal aan het spelen hier bij het water, bij het zand. Liggen lekker te zonnen, komen wij in één keer voorbij met onze duikpakjes. Zo random dat. Je moet dus niet lachen. Nee, dat is wel een dingetje, ja, wat Noël zegt achter mij. Je moet niet lachen eigenlijk onder water, want er komt allemaal water in je masker. Ja. Oké, hier worden de voorbereidingen gedaan. We gaan dus heel langzaam beginnen. Dus we doen de flippers aan en we doen het masker op en dan gaan we kijken onder water. Het duurt ongeveer 4 tot 5 minuten voordat we gewend zijn aan het ademen via onze mond. Want je moet dus constant via je mond inademen, uitademen, niet via je neus. Dus ja? So you have a clear mask, you have to spit inside. The spit has a fat that doesn't allow the mask to get foggy. Yes. The greener, the cleaner. Flex spugen. Spit in both. Spit, ripe and then clean it with water. Oh joh, dat is gek. Je moet gewoon wrijven met je spuug. Yeah. Mag mijn masker? Heb ik geen spuug of doe je zelf? Ik doe het zelf. Oh. Almost spit in yours. Don't mind. So you make sure you don't have zo, een dikke rochel. Helemaal wrijven? Okay, nou. En water. Echt vaag shit, hé dit. Ja. Oké, okay, ik heb het helemaal uitgesmeerd. Godverdamme. Hoppa. Godverdamme. Hey, nou. Ben ik klaar voor haar? Hey, dat ziet er goed uit. Like this? Exactly. Put some water on the hair so everything goes back. And you can put on the mask. Het haar naar achter en dan het masker op. I forgot to say, please try to stay all together. So I can make also some nice pictures of you. Oh, it's getting heavy, the tank. Yes. Het is echt zwaar hoor, die tank op je rug. Jeetje. You can put it in your mouth, start to breathe a bit. And whenever you feel ready, you can put your face in the water. Gaat het goed via het ademen? Via je bot? Ja, je moet sowieso nu al ademen via je bot, omdat ik die duikbril op heb. Dus je raakt er al een beetje aan gewend. Wil je het ook een beetje strak op je voorhoofd? Dan heb je die duikbril misschien te strak. I think it's too strak. Too strak? Too strak. I know, I feel it. Ziet het uit maar. Hij heeft twee plapjes. Ja, oh, ik dacht dat het een beest was. Die zo in mijn gezicht vloog. Easy? Hij ziet er goed uit. Dit ziet er zo vet. It's wet. It's so cool. I understood it's wet. Oké, dit is zo raar of je dit ademen. Ja. Is echt heel raar. Yes, it's strange, but you will get the feeling. And if I go under with this, no water coming in? No, no. Nothing. Air coming only out. Only air is coming out. Het is zo bizar dat dit gemaakt is. Want je ziet overal van die gaten en spleten en zo, maar er kan niks in. Nee, ziek. Ik ga eens onder water kijken. Ja, dat gaat goed. Ik ging zo. Kijk maar hier dan.
Ik ging zojuist voor het eerst op de water ademen met dit ding. En dat is zo raar. Ja, dat is vreemd. Zo raar. Heb je ook je eerste... Dat was wel vet. Die was heel mooi. Ja. De kleuren al. First reaction, yeah. Zo raar? Yeah. Ik heb serieus wel een beetje een licht gevoel in mijn hoofd, hoor. Ik ben serieus zo blij dat we niet diep gaan. Want ik vind het serieus echt wel heel spannend. Ik vind het ademhalen echt ontzettend vreemd. Als je dagelijks gedaan en je ziet al die vissen, dan denk je niet eens meer na over het ademhalen. Dan ben je gewoon bezig met hoe mooi het is. Kijk op je man. Kijk op je man. Yo, dit is zo sick. Niet normaal. Echt niet normaal. Wow, er zijn echt al veel visjes. Ja. Hebben jullie ook een beetje dat je af en toe moet hoesten of dat je een beetje moet bedden? Ja, die droge lucht. Ja, die droge lucht. Wij vinden het allebei een beetje spannend, hè? Ja, ik had echt zin van, ik heb de herengraad niet zo goed. De ademen, je denkt van doe ik het wel goed, maar je kan maar niet fout, want je doet letterlijk ja, in uit. Maar nee, yeah, wij kunnen dit wel. Oké, we go deeper? Yes, let's go, let's descend.
Hallo. Hallo. Holy shit. Ah, oh, dat was echt sick. Ja. Opnieuw, een van de gekste dingen die ik in mijn leven heb. Echt, hè? Holy shit. Oh, my jaw. Ja, yeah, my jaw too. Power, hè? I have only pain in my ears. Ja, yeah, a little bit. Damn. Oh my god. Oh, ik heb het zo koud. Ja, ik ook. Ja, ik heb het zo koud. Niet normaal. Ik ben de hele tijd al aan het trillen. Ja, dit was niet normaal. Dit was echt niet normaal, mensen. Zo vet? Ja, echt absurd. Ik hoop dat het op beeld echt net zo vet was als dat het zeg maar. Sowieso. Het is zo mooi op beeld. Ja, toen ik jou filmde aan het begin vond ik het ook echt heel vet. Dat is echt heel sick, hoor. Ik kreeg een beetje kippenvel ook gewoon toen ik daar zo naar mijn eentje was. Echt zo vet. Hey, die zee. Boven, ja. Ja, hè? Je had allemaal zwarte shit op je hand van die zeeegel. Ja, die gingen niet ervan af. Een soort zuignap. Ja. Ik had hem op mijn hand, die zeeegel, en hij ging helemaal zuigen aan mijn hand. Ja. Dat was zo vreemd. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. Ja, ik ben ook echt blij dat ik dit weer met jou heb mogen doen voor het eerst. Ja, zo vet. Zo, dames en heren, dat was echt een hele unieke ervaring. Echt om nooit meer te vergeten. Ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. En het was uiteindelijk 6,5 meter diepte. Prachtig. Echt niet normaal. Vooral die aal die we zagen. Wow, dat was echt sick. Echt een monster. Op een of andere manier vond ik het helemaal niet eng, maar heel fascinerend. Ik had echt verwacht dat ik het super eng zou vinden. Helemaal zo'n slang in het water en zo. Ja, als hij in één keer vol op me afkwam, dan wel. Maar nu was hij gewoon nieuwsgierig, een beetje aan het kijken. Wat doen jullie? Hebben jullie wat te eten? Zo niet, ga dan maar weer weg. Maar het was echt sick. Veel visjes ook. Dat was echt mooi. En hier hebben we dan een geit. Hallo. Oh. Ja, deze is gehandicapt geboren. Dus dat is echt heel erg sneu, want hij wordt handgevoerd. Hallo. Hey. Kijk dat tongetje. Ah, oh, dat is sneu. Hij gaat weer lekker eten. Ja, zielig om te zien. Hij vroeg of even wilde kijken, omdat het best wel bijzonder is. Omdat het een gehandicapt geitje is. Want je ziet hier heel veel geiten. Echt het stikje van de geiten, zegt hij. Ze eten hier ook geiten. Dat is echt een puur dingetje wat ze echt heel lekker vinden. Ze maken ook natuurlijk van geitenmelk, geitenkaas, al die dingen. Maar ja, wel bijzonder om te zien. Oké, alles zit weer in de truck. Dus we gaan er weer vandoor. Nogmaals, iets om nooit te vergeten. Hadden jullie ook toen jullie in het water zaten, dat je helemaal op de bodem, als je naar je handen keek, je gewoon geen kleur zag. Ja, heel wit. Ja. Wow, ja, dat is wat hij zei met rood. I really had a feeling that when I was on the bottom of the sea, I saw no color on my hands. Yeah, it's no, it gets white. Yeah, it's so apart. Hij vertelde, na iets van 3 of 4 meter diepte zie je geen rode kleuren meer. Dat verdwijnt gewoon. Dat is zo bijzonder, is echt apart. En dat maakten wij ook mee met, ja, gewoon met je handen. Ze wordt gewoon helemaal wit. Maar het was super vet. Het was echt niet normaal. Ik kan nog steeds niet geloven dat we dit hebben gedaan. Pff, wat een begin van de dag. En we zijn gewoon, dat is nog het bizarre, 30, 35 minuten onder water geweest. Wat? Au. Oh, dat is heet. Dus 30, 35 minuten onder water. Echt bizar. Het voelt zo onmenselijk. Ja, dat voelt echt onmenselijk, ja. En dan ook gewoon de hele tijd via de mond ademen. Wow. Oké, we worden nu gebracht naar Aquila Hotel. Dat is het resort waar we zitten. Alleen daar worden we niet heen gebracht. We worden heen gebracht naar een ander Aquila Hotel. Die zit bij het stadje waar we vanavond ook heen gaan om te shoppen. Dus dan gaan we al wat leuke winkeltjes bekijken. Dus we gaan daar nu lunchen. Schijnt ook een heel erg mooi plekje te zijn. Maar ik ga dit plekje ook wel missen, hoor. Het is een mooie baai hier zo. Niet normaal. Echt heel erg nice. Hebben jullie nog wat aan toe te voegen? Ik heb trek. Nee. Shout out Philip. Ja, Philip is ook legend. Echt een topper. Ja. Holy shit. Super lief. Elke keer aantikken, vragen of het goed ging. Klopt. Ja man, echt legend. Hij maakte me echt comfortabel. En toen dacht ik, je bent kan die jongen. Ja. Toen lukte het. Ja, echt nice. Ik kan dat. Jongens, geloof ik. Gewoon echt over die drempel. Vandaag had je geen Benny. Ja. Nee, zeker maar niet. Maar gisteren ook niet met de kwast, toch? Nee, nee, verre van. Deze vakantie gaat echt goed ineens. Ja, ja. Als ik in één keer bal deze vakantie... Het is de dag, maar... Er zijn ook wat activiteiten die mis kunnen gaan. Ook al weet ik ze niet. Oké, zeg genoeg. Nee, heel vet. Ja, Philip is echt een topper. Oké, okay, wat gaat hier gebeuren? We stoppen hier in één keer bij een tentje. Wat is dit? Oh, wat is het? Cheese. Oh, cheese. Oh, thank you very much. Thank you. Het is kaas. Kaas met brood. It's really good. Mooi, die kaas is echt goed, ja. Heel lekker kaas. Goeie, joh. Hé, hey, kijk dit dan. Kijk die vogeltjes. Dat zijn allemaal vogeltjes. Schapenkaas. Is het schapenkaas? Oh, dit is echt lekker. Maar echt gewoon echt heel lekker. Leuk, hè? Ik zat ook al te kijken naar die vogeltjes. Do you want a strong ride or a light ride? Strong.
Jij zijn sterk? This is raki inside, lemon leaves, cinnamon and rose. You see the rose? Okay, yeah, yeah. Oh, yeah. It's about 40 degrees of alcohol. It's strong, but it's very tasty. This is for you. Yo. And there's everything inside. No, not for me, hoor. Proost. Proost. Hij weet dat gewoon. Proost. Nou, proost, jongens. Ready, brother? Het gaat lekker branden in de keel. Not yeah. slow. No, I'll down it. We're Dutch. Yeah. I want to see your face now. Yes. Mm. It's good, though. It's good. Oh, yeah, I can feel burning now. Oh. Brandt het? Ja, okay. You want another one? But from another drink? Why not? My man. Yeah. This is 5 years old Raki. He's also strong. 5 years? Yes. Oh. Yo. Het was Philips' idee, maar hij drinkt zelf niet. Nee. Ik sta aan het rijden. Oké. Okay. Okay, I want to see if there is a face movement. Nou, gaat hij weer. Hij is ook echt zo'n toerist. This is more, it's different than the first. Ja, I feel it. Het hoedje maakt het zo beter. Dat hoedje maakt hem zo toeristisch. Echt toeristisch, ja. Yeah, thank you, very good. Yes, thank you very much. Kunnen jullie iets meenemen, zo'n woord? Ja, net niet meer. There is a bone problem. My job is to know by your taste our product. You feel the smoke and the vinegar inside. Precies wat hij zegt, je proeft de rook. Ja? Ja, hij is gerookt en je proeft de rook. Dat is zo raar. Maar grapje? Je proeft... Grapje? 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 Je proeft serieus de rook in de... Ja, en vinegar is azijn, toch? Dat is zo raar dat je gewoon de rook kan proeven. Wel ja, ze maken gewoon een barbecue. Ja. Yeah. Wat is dit? Tzatziki. Tzatziki. Tzatziki, maar... Normaal gesproken die komkommer tzatziki. De original, hè? Dat is de originele. Deze vind ik wel lekker. Ja? Ja. Hier proef je ook komkommer. Ja, dit is lekker. Ja? Ja. Oh, dit zijn... ja, dit is heel toeristisch, ja. Ik ga een dried olive. Dit is een dried olive? These we pick up from the ground. Oké. Ja, deze is wel goed, hoor. I'm usually not a fan of all this, but... You wanna be now. Ik vind het wel tof dat je het probeert, ja. Deze heeft niet zo'n sterke olijfsmaak. Nee. It has not a very strong taste, but it has a good taste. Because I think that one very strong You want more salt? Do you have like another sausage that you can eat right from the ham? Oh, we can take with us in with the car. Die salami lijkt me lekker. Yeah. Zal ik dan één salami meenemen? Ja, die kunnen we lekker vanavond aansnijden. Wil je dan de spicy salami? Ja, ja. Jij kan ook one spicy salami? Sommige er ook. Tomato sun-dried. Oh, het is ook lekker. Deze is echt lekker. Ja, is die lekker? Ja. Ja. Sowieso zo'n gedroogde tomaten zijn echt lekker. Dit is ook zo'n goed. Dit is echt lekker. Vet op. Dit is niet normaal. Can I also taste it? Dat is niet normaal. Ja, die tomaten. Dat zei ik ook al. Wil je vasthouden? Tomaat, deze is zo vol van smaak. Ja, man. Oh, het is een good choice bij stopping hier, Philip. Philip was no. Ja, Philip knows the places. This is feta cheese, also the original. This is sheep and goat milk. Bro, hij weet echt veel van zijn shit. Bro, ik zweer, het is niet omdat ik met die guy goed wil zijn, maar het is echt lekker. Ja, hè? Deze kaas ook weer. My friend, feta, you want? Oh, I love feta. Yo, dit moeten we eigenlijk ook meenemen. Ja, man. Toch gewoon, we kunnen doen vanavond gewoon lekker even met z'n allen in het huis en zo wat snacken. Moeten we even een broodje halen? Dat is niet normaal. Dat is wel lekker. Wow, ja. Dat is echt lekker. Dit is ook echt zo'n gezellig plekje, hè? Niet normaal. Kijk, ook die bakken en alles, is perfect. Eigenlijk, dat broodje die we net kregen, die moeten we eigenlijk ook mee hebben. Zo harde... Ja. Ja, ja. Ik ga dat fixen, ja. Ja, een is Swan deze? Yes. Ja, of een andere dan juist. Die hebben we al geproefd. Ja, het vond je lekker? Ja, was echt. Ja, oh. Die tomaten, hoor. Ja, en de sun-dried tomatoes. Never taste something like this. Dat is de best sun-dried tomato I've ever. Ja, dit is echt... Echt niet normaal. Ja, dat is echt goeie. Ja, hoe doen ze dat, hè? Maar dit is ook lekker. Die zijn ook lekker. Ah, do you want to taste this? Ja, yeah, what's it? This is sweet pepper with feta inside. Ja, en laten we dit... She likes it. Give you to can she taste it? Yeah. Or we can just take some. And can we also have some... Een tzatziki. Hij zegt ook van, hier kan je ook gewoon komen, allemaal dingen proeven. En ook al ga je weg zonder iets te kopen, maakt niet uit. Gewoon proeven. Ja, sowieso ben ik heel erg van het proeven. Daar gaat hij. In één keer mijn mond.
Oké, she likes it, yes. Hoe mooi als iemand iets eet en die doet dit. She's the boss, hè? Weet je genoeg, hè? Echt, hè? Die ga jij ook zo lekker vinden. Yeah. Oh, nice hoor. Ja, we gaan een grote bestelling plaatsen hier zo. Okay, we hebben die salami, we hebben de worst, we hebben de feta. We hebben die zongedroogde tomaten, dit. Dat moet genoeg zijn. Ja, misschien nog een klein bakje tzatziki. My brother. My brother. Nice bike. Ja. Zal ik anders even naar de bakkerij lopen, even broodje halen? Ja, geef maar een broodje halen, schat. Heb je geld? Ik heb geld. Je hebt nooit geen geld. Maar het is zo'n vibe. Het is echt een vibe. Ja, echt hè. Echt een vibe. Ik kom bij Grieks. Ja, echt hè. Nice hoor. I think we have everything. So we have... Tomato, salami, sausage, pepper. En de feta. Feta en tzatziki. Eigenlijk is het ook echt logisch als je zeg maar iets gaat eten dat je het eerst proeft, toch? Eigenlijk is het vreemd dat je in de supermarkt... Ja, natuurlijk, in de supermarkt kan je niet altijd proberen, maar je moet wel weten hoe het smaakt. Ja. Dat is wel fijn voordat je het haalt. Ja, maar kijk, het is gewoon puur omdat wij natuurlijk buitenlanders zijn. Ja, nee, zeker. Kijk, als stel voor, er zijn toeristen in Nederland en die willen iets eten zoals hagelslag. Weet je wel, dat is voor veel mensen raar, hagelslag. Ja, hagelslag. Dan geef je ook een paar hagelslagen. Hagelslagen. I think it's good. Oh, a little bit more. Ja, dat is nice. Smell. Zo goed. Oh, wat hem. Niet normaal, hè? Niet normaal. Lekker. Oké. Zo op zo'n papiertje. Ja, lekker ingevouwen. Ik ga deze meteen in de hand zo als een frikandel. Ja, echt hoor. Mooi, hoor. Chill. Hoi joh, shifter. Kijk ook hoe vibe dit is. Kijk deze maatjes. Lekker vibe, hè? Yeah, kijk deze man, kijk wat een held. Dit is mijn vader. Lekker is jouw vader? Je told me with this outfit. I am 27, I never saw you before with another outfit. Well, hij heeft zijn vader nog nooit gezien in een ander outfitje behalve dit. Dit is gewoon zijn outfit. No, hij heeft hier gewoon 10 van liggen. Het is wel een hard outfit. Dit soort cultuur mag niet uitsterven. Dit moet gewoon blijven. Zo puur. Hoe modern de wereld ook wordt, dit moet blijven. Het is gelukt. Oeh, is precies hetzelfde. Ja, nice. Mooi, joh, wij kunnen genieten. Ik heb zoveel zin in die borst. Het is nog 20 minuten rijden, hè, naar de lunch. Ja. We zitten helemaal vol als we met die lunch aankomen. Gaan we die toch vanavond eten? Ja, die borst. Nee, die borst ga ik nu uit het raam eten zo. Ik wil echt die salami op proeven. Mannen, zijn er worsten deze dag? Can you cut off a little piece of the salami? Because my wife-to-be wants to taste a little bit. Yes. Dat zijn goed. Nou zelf zeggen. We krijgen gewoon gratis honing. Ik hou zoveel van honing. Ja, ik ook. Yes. We need a lot of honey at home. Goed voor op de pannenkoek. Yeah, almost every day we eat honey at home. For in the tea. Ja, man. Mm. Echt goeie. Dit is goede kwaliteit. Ja, wij ook. Hebben we het nou ons zin? Nee! Ja, natuurlijk. Nee, serieus? Leuze vakantie hoor, man. Ja. Zeg deze onderschrijving. Hoi. Nee, we zijn ook niet halverwege. Ja, er komt zoveel op ons af hier, echt niet normaal. We zitten nu bij een plek, en dat heet ook, wat ik al vertelde, Aquila Hotel. Maar dan een andere, en deze is ook echt super sick, hey. Holy Porto moly. Is dit. Is? Porto. Porto. Kijk dan, gewoon bij het strand hier zo. Super mooie locatie. We hebben een heerlijke chicken salad en we hebben hier pita broodjes. En dat pita broodje ga ik sowieso dopen in de honey. Dopen. Heerlijk, dopen. Dippen. Ja, sorry. En we hebben heerlijke cappuccino. Oh, wat een verwennerij. Water. Echt heel erg nice. Met de muntjes. Ja. Op straat staat. Bij zo'n arcades. Ja, dat is precies zo'n bakje lijkt het. Dat is niet hoe het hoort, maar het is wel een optie. Oké, ja, eet smakelijk. We gaan heerlijk even lekker smikkelen. En wat heel erg nice is, we gaan straks hier bij het strand gaan we iets doen wat Myron nog nooit heeft gedaan. En dat is paracelen. Jij toch ook niet? Ik heb er wel eens gedaan. Huh? Oh, meerdere keren. Vertelde jij. Ja, al twee keer eerder gedaan. Maar je gaat dit zo leuk vinden. Ja, echt serieus. Ja. Nee, jij ook nog niet hoor? Ja, ik wel. Ja, serieus? Nee. Ik zie het. Oké, dat is leuk. Alle drie nog niet gedaan. Ik ga samen met Myron. Romantisch. Oeh. En jullie gaan ook met z'n tweeën? Romantisch. Ja, dat wordt leuk. Eerst even lekker smikkelen. Dit is dus wat ik net vertelde. We hebben trouwens echt een heerlijke lunch gehad. Echt genieten. Dit is wat ik vertelde. Aquila, die heeft blijkbaar meerdere plekken hier. De plek waar wij zitten is in... Retino Beach. Retino. Moeilijk uitspreken. Maar hier zijn we bij Porto Retino. Ja, ja. En dat is dus hier bij het strand. Super mooi ook. Dus we gaan heel eventjes hier binnen kijken wat ze allemaal hebben en hoe dat eruit ziet. Oh joh, dit ziet er goed uit. Hey maatje. Wat, kijk dit uitzicht. Dat is wel crazy hoor. Kijk, daarom wilde hij het even laten zien.
Check dit, hé. Hey. En dit is de vijfde verdieping. Dit is gewoon het uitzicht wat je hebt vanaf je balkon. Zo, dit is wel... Dit is ziek, hè? Dit is wel een uitzichtje, hoor. Wow! Dit is echt nice, hoor. Wow, dikke motor komt daar langs. Heel nice. Wow, dit is echt sick, hoor. Echt wel. Niet normaal. Wat een uitzicht, hé. Hey. Ja, hier kan je niet aan wennen, denk ik. Ongelooflijk. Oeh, dat was een richteltje. Dat is gelijk, hoor. Ja, ik vind dit wel spannend, hoor, met mijn hoogtevrees. Oef. Vijfde verdieping. Dit is echt heel mooi. Besef, we gaan straks gewoon daar. Ik weet niet precies naar welke, maar misschien wel dat rode bootje daar zo achter. En dan gaan we via daar met zo'n parachute achter de boot. Ja, echt mooi. Dan gaan we hier zo heen en weer. Echt zin. Wow, dat wordt zo vet. En vanavond gaan we dus hier, in dit dorpje, waar wij dus eergisteren ook zijn geweest, dit stadje. Daar gaan we heen en gaan we shoppen. En waarschijnlijk spreken we ook weer af met Philip, die meeging met het diven. Want Philip was zo'n aardige gast. We hebben zo goed met hem gekletst, grapjes gemaakt. Dat hij zei van ja, als je wil, geef me je nummer en dan kom ik vanavond ook en dan kan ik je wat leuke dingen laten zien. Altijd handig om iemand te hebben die hier woont, die je echt serieus de allerleukste dingen kan laten zien. En mooi dat ik dat weer kan laten zien aan jullie, zodat als jullie ooit naar Kreta willen, dan weten jullie gewoon precies van ah, daar moet ik heen, dit moet ik gezien hebben, dat moet ik gedaan hebben. En er is een mogelijkheid om hier naar dit resort te gaan, het Aquila Resort hier, of waar we verblijven op het moment. Dat is ongeveer 20 minuten die kant op rijden, maar dan ga ik jullie nog meer uitleg over geven, want jullie kunnen boeken met korting. Ik heb namelijk een eigen kortingscode die ik heb gekregen van het Aquila Hotel, die jullie kunnen invoeren en dan krijg je wat korting. Mooi meegenomen, toch? Moeten we even binnenkomen dit, hè? Ja, maar dit is echt absurd, hè? De strand, hoe groot de strand kan echt. Je moet eens naar het water alleen nog kijken. Ja. Hoe groot, hoe zicht. Ja. Het is echt niet normaal dit. We like it. We like it. See you tomorrow. Well, I was thinking about it, but you can actually walk to Rithula Beach from here. Wow, je kan vanaf hier naar Rithula Beach gaan, waar wij verblijven. Het duurt wel... How much? 7 kilometer van hier naar het resort waar we nu zijn. En hij zei, ik zat erover na te denken om jullie hier een nachtje te laten slapen. Maar dat vinden ze niet leuk bij Rithula Beach waar we nu zitten. Dus, want ze willen ons graag daar hebben blijkbaar op een of andere reden. Omdat het waarschijnlijk gewoon super mooi is. Mega groot. Je kan alle kanten op. En we hebben daar al veel dingen gedaan. Maar super gaaf dat hij dit ons even laat zien. Dit had ik niet willen missen. Dit is echt prachtig. Niet normaal. Dit is dus het kamertje. Het is kleiner dan waar we nu verblijven. Maar het is super schattig. Mooie paarse muren. Hier een grote spiegel. Het is echt serieus sick, hoor, dit. Heel mooi. Oké, we gaan nog naar een andere kamer kijken die ons eventjes wil laten zien. Executie? Executie. Executie room, zegt ze. Zo, dit is groot. Jeetje. Oh ja, dat is een stoel. Dit is echt ziek. Wow, hey Thijs, even beddentest. Dit is only for two. En as you see, there's no place for us. Yeah. Wow. Wow, dit is niet normaal. Je hebt hier gewoon een liggedeelte, besef. Wow, dit slaat echt oud. Ja, maar hieronder zit dus een zwembad ook, hè? Even kijken. Je kan hem daar zien. Hoi, je kan hem zien, ja, hier beneden. En hier is gewoon een zwembad beneden. En dan hier heb je nog helemaal een liggedeelte op de eerste verdieping. Wow, dit is echt mooi. Ah. Zet de nozengoud en zeg jamas. Jamas. Proost. Oké, nou, dan toch maar eentje. Ja. Van eentje word je niet dronken. Een beetje branderig gevoel. Oké. Jamas. Goed. Jamas. Want je lukt. Normaal doe ik dit niet, maar deze man is zo aardig. Hij drong erop aan, dus... Raki. Ja, wow. Toch maar gedaan. Ik zei Riaki, maar Riaki betekent dus een rivier. Maar het is een Raki. Ah, het is een beautiful Riaki. Beautiful Riaki. Met een ten Raki. Maar besef hoeveel... Thank you. Oh, no, I'm good. Thank you. Oh, joi, joi. We normally don't worry about it. But in every place where we come, everyone says... We hebben Raki. Dat is echt serieus zo. Precies wat Marjan zegt. Normaal gesproken, Marjan en ik drinken echt nooit. Echt gewoon nooit. We hebben geen zin in alcohol of zo. Ik weet niet. Ik drink gewoon liever colaatje, fantaatje, limonade. Vind wel prima. Of cappuccino. Ik hou van cappuccino. Weten jullie ondertussen denk ik wel. Thijs en Noël daarentegen, die houden we af en toe van een lekkere versnapering. Maar overal waar we hier komen, gewoon iedereen. You want Raki? Ik dacht dat het Riaki was, net als Marjan. Maar blijkbaar betekent Riaki... betekent
rivier. En raki is dus dat drankje. Dus iedereen zegt van, you want raki? You want raki? Oh, kom raki, raki. Ze houden van raki hier. Vinden ze geweldig. Niet normaal. Maar jeetje mina, mijn keel is een beetje aan het branden. Maar prima, ik accepteer het. Jullie hebben daar niks over gezegd, maar... Oh, je had iets tussen je tanden. De hele tijd al, niemand zegt dat. Ik heb dat helemaal niet gezien. Ik heb anderhalf uur geleden lunch gehad. Zie je het niet. Als je praat is, praat gewoon. Ja, ik praat gewoon. Nee, dan zie je het bijna niet. Maar als ik zeg raki... Ja, dan wel. Dan wel, hè. Maar ik liep beter dan deze kant. Kan je me helpen met dit probleempje? Ja. Auw! Nu kan je hem weghalen. Weg. Is hij weg? Ja. Sorry mensen, sorry. Het is niet altijd fijn als je wat tussen je tanden hebt. Ook niet om naar te kijken als ik praat, maar excuse me. Oké, dit uitzicht. Ga er maar even staan. Nee, ik wil even foto's met jou. Wil je dat? Daar heeft ze mij voor nodig, hè? Ja, daar heeft ze jou voor nodig, Maartje. Ja. Dat kan ze niet alleen doen, hè? Want ze wil met jou. Hé, hey, Maartje, wanneer neem je ons mee in de jungle? Alsjeblieft. Nee, dat kunnen we serieus een keertje doen als je wil. Ja? Ja, nee, serieus. Is goed? Jungle? Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, maar je hoeft niet per se met mij een foto, want we hebben Thijs ook bij ons. Dus als ik zo ga staan, dan kan Thijs ook gewoon foto's. Je kan het gewoon naar mij. Ik ga er wel staan, ja. Ik kost je minder werk. Denk ik wel. Een beetje het tegenlicht van de schaduw. Ik zal iets omhoog proberen te doen. Ziet ie. Kijk dan, daarachter. Daar gaat hij, daar gaat hij. Ik bedoel, raki, raki. Raki, raki. Raki, raki. Wel, man. Het is al mijn vierde shotje. Ja, ik wou net zeggen, je hebt al meerdere shotjes gehad. Oh. Kan je niet afslaan, hè? Nou, daar, die paraceling. Ik heb daar echt zoveel zin in, niet normaal. What do you have in your hand? This is Begleri. Begleri. We have a traditional playing thing. Okay. It is called Koboloi. Koboloi. It comes from the priests that they pray. Each ball that they use, they say a pray. In nowadays, there are a lot of people playing Koboloi. And this is a short version, but I have it as a gift to the clients. Ah. I mean, can you do the pray? Yes, of course, but because your brain is in your heart, you don't need to speak it out. Yes. Ah, okay. But usually what they use it is a thing like this to pray. So they take it and they say a pray. And then it goes like this. And they pray for days. Because we see a lot of people with that, but then maybe longer and around the finger. And then back and then around the finger. This is Koboloi. Ah. And this is Begleri. It's a short version of it. Okay. You play it like this. What? Oh, yeah. Or faster, but I'm not so good because this is a gift. It's not made for that. It smells good if you have it in... Like wierook. Ja, wierook. Yeah. Oh joh, maar ik denk dat als hij ruzie krijgt met iemand, dat hij ta-ta-ta. Zo'n bal in zijn nek, zo. Het is gewoon een wapen. You can fight, but it's not good enough. Ah, but you can defend yourself a little bit. Well, yeah. het ziet er leuk uit, want ik zie veel mensen dat doen hier in Griekenland. Maar dit is dus de kleine versie. Maar je hebt ook een langere touw met ook meerdere balletjes. En die wikkelen ze heet het om hun vinger. En als die helemaal om hun vinger gewikkeld zit, dan wikkelen ze hem weer uit. En dan doen ze om een andere vinger en dan weer. Heet dat heen en weer. Heb je dat gezien? Nee. Dat is mij echt opgevallen. Ik heb er echt al veel mensen op straat zien doen die hier vandaan komen. Dit is yours. It's just new. Oh, this is new. I just pick it up from the guest relation office. Oh, really? So nice. Oh, thank you very much. That's very kind of you. Do you know this word? Nu kan ik oefenen. Miron, doe eens dus een beetje proberen, meisje. Doe je de vinger draait echt niet? Ja hoor. Nee, maar dat kan niet, want kijk, deze is dus te klein. From this word. Oh, ja. Schat, dit is ziek. Hij zei, wat ik zei tegen jou, dit draait naar Miron. It comes from a tree. It comes from a tree, it smells like this. Oei, hoor, draait echt lekker. Dus ik zeg, ik vraag aan hem, do you know this word? Mijn naam, liet ik hem zien. En hij zegt, ja, die ken ik, want dat is iets wat lekker ruikt. Dus ik zeg zo, this is Miron. En hij zei, ja, yeah, kind of. My name is Miron. Really? Yes. Yes. And then he told me it was a Greek name. Yeah, means in Greek, smell. Smell. And in the ancient times, they used mirror to give a smell to the body. Yeah, okay. Because they didn't have it. Ah, that's toch cool? Ja, dat is wel vet, ja. So it fits you. Yeah, nice, thank you. Oh, dus dit is wel helemaal speciaal dan nu. Ja, ik rook dit en ik dacht, het ruikt naar wierook. En het is mij ooit verteld dat mijn naam wierook betekent in het Grieks. Oh, dat is wel sick. Yeah. Oh, yeah. Ja, dat is wel een leuk verhaaltje. Deep inside you are Greek. And if it's good now, then your company knows about it. Die van binnen is Myron gewoon Grieks. Yeah, daar komt het op neer. Ja, Grieks vriendin. Daar ben ik mee. Ja. Oké, we gaan nu naar de boot toe. Super nice. Ontzettend enthousiast. En het wordt echt mooi. Super enthousiast. Zo zei ik het niet, meisje. Mijn nek heeft net losgemaakt. Pas maar. Oh, zoveel zin in dit. Waar heb je zin in? In dit? Ja, ik ook. Wij zagen net al dat je gefilmd, toch? Ja. Echt, bro, hoe hoog die is, Noël? En dan gaan mensen tweetjes naast elkaar zitten. Is serieus.
Wat? Hij schoot mij toch in mijn bal, hè? Oh, dat zag ik niet. Oh. Hey, sir, you can't poop here. You can... Ik moet een nieuwe massage. Oh, dat is niet leuk, hè? Oh. Am I going in a party with him? Hey, die was wel echt goede karma. Kan. In my butt. Oh, yeah. I want you to fuck up with his gear so he can stop. I don't trust him. Dit is iemand van het hotel, hij heet Dimitris. En het is best wel gek, want meestal hoor ik Dimitri en niet Dimitris. Maar het maakt het uniek, maakt het leuk. Dus die brengt ons naar de watersport hier zo, naar de juiste persoon. Oké, okay, daar gaan we. Gaan we hiermee naar die boot. Hoppa. Oei, yo, oei, yo. Oei, yo. Yo, hella motion. Zo, dit is wel echt een zieke manier om naar de boot te gaan. Maar sowieso, die service hier en alles, dat is gewoon absurd. Maar volgens mij zijn ze ook gewoon echt super blij dat er eindelijk weer toeristen kunnen komen. Ja, dat kan ook wel inderdaad. Want ze hebben gewoon een jaar lang bijna geen toeristen gehad. En nu kan het weer. Dus ze zijn gewoon blij dat ze allemaal kunnen werken. Ja. Komen toeristen, ze kunnen weer geld verdienen. Dat merk je ook wel gewoon heel erg, hoor. Die vibe van dat ze blij zijn dat eindelijk dat corona shit en zo wat minder wordt. Dat het weer gewoon back to normal, weet je wel. Ja. Dat merk je wel heel erg. Ja, maar alsnog is de service soms een beetje overdreven. Want... Ja, ze zijn soms zo aardig dat ik echt denk van wow, nee, ik draag mijn eigen tas wel. Of relax, of ja. Kom goed. Of, En die jongen net, die bracht ons naar deze watersportding. Maar het hotel zit er daar. Ja, het hotel zit letterlijk daar. Hij zei, no, I bring you. Ja. Zei, oh, is het daar? I bring you. 100 meter lopen. Ja, en hij wil ons per se brengen. Ja. Terwijl, ja, we kunnen prima zelf heen lopen. Maar ja. Hij is gewoon veel te lief. Ja, dat is alleen absurd. Maar tof. Kijk, precies de boot die ik zei, hè. Ja, zijn misschien met die rode boot. We zijn hier. Rode parasailingboot. Dit wordt zo lijp, hè. Nog niet dat we daar de lucht in zitten. Nee, maar serieus, je gaat echt hoog. Ik heb hier echt zin in. Oh, ik ben echt benieuwd hoeveel van die TikToks geüpload worden van deze vakantie. Van allemaal van die kleine momenten die gewoon echt nergens op slaan. Zo mooi. Maar val je in het water als je landt of kom je op de boot? Dan ga je erachter komen. Hallo! Oh. Hallo! Wow! Hij heeft echt een zieke tattoo op zijn been. Ja, man. Wow! Hij tilt ons gewoon op. Dat is Dragon Ball Z, ja. Oh, ik ben zijn naam vergeten die hij heeft op zijn been. Oh, ik ga het vragen aan hem. Lijp hoor. Oep. Thank you. Vrienden, zijn we zenuwachtig? En ze wel, hè, een beetje. Ik ben een beetje zenuwachtig. Kijk, gezonde spanning. Zo, helemaal duidelijk. Instructies gekregen, gewoon lekker zitten, lekker chillen, van genieten, mooi weertje. Mooi uitzicht. We gaan richting het kasteel. Kijk, dream couple. Wow, yo. Net alsof we in een luchtballon gaan. Ja. De Lady First. Lady First, of course. Maar we zijn succes. Wow, yo, wel spannend, meteen al gewoon. Ja. En joh, mijn vriend. Hey, yo. Wow, dit is mooi, hè? Kijk hoe hoog we zijn. Dit vind ik dan minder eng. Dit vind ik niet echt hoogtevrees, omdat dit boven water is. Dat is gek, hè? Terwijl het ook gewoon hoog is. Het is alsnog hoog, inderdaad. Maar... Sick, hoor. Oh mijn god, we zijn echt te hoog geweest. Zo nice! Oh, ik vind het nu echt heel spannend. Ja? Whee! Toch onrealistisch, dit. Hoe vinden ze dit ook weer uit? Bro, daar hebben wij gewoon, hè. Echt niet normaal, bro. We hadden alle twee nog nooit gedaan. Nee, nog nooit gedaan, maar kijk hoe groot, joh. Echt. Bro, dit is niet normaal. Bro, we hebben dit beide nog nooit gedaan. Eerlijk wel, vies is zenuwachtig. Ik ga weer iets zijn wat ik nooit ga vergeten. En wat ik gewoon, ja, top 3 waarschijnlijk. Leukste dingen die ik nooit heb gedaan. Hoe hoog zullen we nu zijn? Ik, te hoog. Te hoog. Ja, ik vind het nu echt, Hey, daar heb je weer twee dingen overwonnen vandaag. Ja, dat is weer te veel. Jij bent kapot vanavond.
Zo, ik span alles aan, joh. Ik kan niet meer poepen. Kijk daar, naar die stad. Zo, mooi, joh. Dit is ziek, hè. Ik heb dit al een keer gedaan en dan doe ik het nu nog een keer, ja, omdat Myron het graag wil. Maar dit is... Het is Myron haar eerste keer. En eigenlijk toen ik dit één keer had gedaan, toen zei ik ga dit nooit meer doen. Maar omdat Myron haar eerste keer is, dacht ik oké. Is dit je tweede keer? Ja, volgens mij tweede keer, ja. Holy shit, dat is echt gewoon helemaal daar. Dit is echt absurd, mensen. Dit is echt absurd. Jeetje. Nee, niet te bewegen zo. Rustig. Ze zijn helemaal spelen met de benen. Dat is helemaal niet nodig. Zal ik salto doen? Gemijer. Wow, yo. Geniet gewoon van het uitzicht. Ja, doe ik. En van het windje. Die is zo lekker. Ja, windje is heerlijk. Wow, yo. Ik denk dat Thijs dit ook zo eng gaat vinden. Ja? Ja, dat denk ik echt. Ik denk... Dit is wel weer een overwinning, hoor. Oh. Ja, je bent goed bezig. Oh. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je hoogtevrees hebt, dat dit echt freaking eng is. Ook al moet ik wel zeggen dat ik denk dat het wel scheelt dat er water onder zit, of niet? Ja, dat zei ik al. Er zit water onder, maar... Ook al komt water net als beton aan. Ja, bedankt. Ik ben toch bij je, schatje? Ja, alsof ik dan minder hard val. Nee, we vallen toch niet? Oi, we gaan te ver naar links, denk ik. Nee, joh, dat gaat helemaal goed. Voel je die wind? Oh, Mario, we gaan naar links. Er is genoeg wind. Oh mijn god. Doe alsof we een drone zijn. Alsof jij aan de zijkant staat. Dat wil ik juist niet. Ik wil geen drone zijn. Nee, maar jij staat dan lekker daar aan de zijkant. En de view die je nu ziet is van de drone. Oh mijn god. Het is een schatje. Oh, we gaan veel te veel naar links. Kom maar. It's good. Kom, ik hou de camera al vast. Ik vind het wel mooi geweest. Het is toch mooi hier? Ja, mooi geweest. Ik ben serieus, ik vind het gewoon niet meer leuk. Echt niet? Nee, ik wil gewoon naar beneden. Kijk hoe mooi die uitzicht is. Ja, maar we gaan veel te dicht bij die rotsen. Nee joh, het is hier ook nog wel 20 meter. Prachtig. Oh nee, nu gaat het draaien. Haalt ons weer naar binnen ook. Nee. We gaan nu weer naar beneden, volgens mij. Nee, volgens mij moeten we terug naar het strand. Nee, we gaan nu naar beneden. Oh ja, het lijkt wel alsof we dichterbij zijn. Ah, we gaan alweer terug. Wat? Ah, het is mooi geweest. We zijn bijna weer bij de boot. Niet laten vallen, hè? Ja, ik ga hem denk aan de welke even terug. Ik denk aan de welslip. Ja? Genieten, bro, genieten! Bro, dit is echt nog niks. Dit is wel weer, nou ga ik het weer zeggen. Ja? Een van de ziekste dingen die ik ooit heb gedaan. Groot. Wanneer heb je ooit deze zicht op het water? Hoi joh, vanaf de boot is ook leuk. Is ook leuk inderdaad. Echt ver zijn ze al, hè? Ja, hè? Ze gaan nog veel verder. Ja, maar ze gaan nog helemaal niet zo hoog. Nee. Ze zitten heel laag nu. Maar ze gaan nog hoger denk ik straks als de wind weer opkomt. Ja, oh mijn god, we gaan nog omhoog. Hey, ik vind het deze keer voor de eerste keer een beetje eng. Waarom vind ik dingen die normaal eng zijn wel eng en dingen die niet eng zijn wel eng? Ja, dit... Bij mij is het altijd omgedraaid. Bro, kijk dit. Oké, nu begint het wel zien.
Kijk even. Hey, besef hè, jongens, ik nog, voordat ik deze boot opging, ik zei tegen Noël, bro, no way, ik ga mijn telefoon meenemen. Nou, ik heb nu Noël zijn telefoon mee. Bro, ik zweer al, ik durf mijn telefoon hierboven niet te houden. Ik weet niet wat jij gaat doen. Oh, kijk onze voeten ook. Weet je wat grappig? Ik heb al de hele tijd mijn voeten niet bewogen. Ik hou de hele tijd mijn voeten stil. Hey, maar kijk, filmdesk, daar touw je zo voor ons. Ja? Ziet er niet aan. Wat is die hoog trouwens? Hey, maar, bro, dit is wel een zieke view. Ja bro, kijk even. We gaan nou gewoon weer terug naar die plek, hè? Nou ja, ik vind het helemaal prima. Maar kijk maar. Oh, maar kijk, ik bedoel. Nee, serieus? Kijk op die zee. Is het dik? Wat zijn die dingen allemaal in het water? Dat is afval. Jongens, gooi je afval niet weg in het water. Zo. Nee, echt niet. Maar nee bro, what the fuck, heeft deze view even. Ja. Kijk eens naar, film even naar rechts. Waarschijnlijk heeft Enzo die ook al gedaan. Maar ja, dit is gewoon echt insane. Zij voor je wordt nou gefacetimed en je pikt ze op. Yo, wat ben je doen? Yo, bro, ik ben even bezig man. Ben je zo, ja? Waar ben je? Ja. Ingewikkeld man. Hé hey, man. Bro, hey, maar die, jongens, hier ga ik battle man. Ik weet niet of jullie het kunnen zien of ik nou goed film. Maar hij neemt ons naar midden in de oceaan. Ik dacht, hij gaat nog hoger man. Fuck my life. Bro, yo, hey. Deze man gaat nog hoger. Ah, ja, dat beweegt ook een beetje. Nou wel, hou je bek. Ik ga dus wel. Kijk dit spoor van het water. Hè. Hoe zet het van? Fuck. Is dit het dikste wat je hebt gedaan op vakantie? Nou, dit is wel engste. Engste, ja. Je lijkt misschien dat we nu nog best chill zijn of zo. Maar ik zeg je eerlijk, dit is best eng. Kijk dan. Hey, hallo. Klappertje. Hey, niet zo expres in die chest van mij filmen. Zijn er nog single ladies, dames en heren? Noël, zoek nog een vriendin. Ik zit nog die spierballen hier te schrijven. Kijk dan. Noël zegt ook elke dag van, joh, ik wil even gym gaan. Yeah. Ik zoek een meisje. Wat is jouw Instagram? Noël Dekkers. Kijk, okay, I got you, man. Ik weet niet of Enzo deze beelden gaat terugkijken. Dus ik wil een beetje een Enzo trollen. Dus ik wil dat jullie allemaal onder deze vlog nog gaan zeggen. Enzo feestdit met je verjaardag. Ja, vind ik een goeie. Allemaal. Mooi. Allemaal dag te laat. Ook al is het één dag erna, het is gewoon leuk. Bro. Crazy. Wow. Oh, ze gaan ons in het water. Nee! Nee, ik heb een telefoon! Telefoon! Er zit een telefoon! Ik wou net zijn telefoon. Was dat sick? Oh, joh, dat was echt sick. Maar ik vond het niet eng. Nee? Ik weet niet waarom. Ik vond het echt zo vet in view. We hebben zo gelachen boven. Ja? Zo mooi. Het was echt mooi. Hij wou net mijn telefoon pakken. In één keer gaan we heel diep. Ik zei al toen wij een beetje laag ging zelf. We gaan ons in het water doen. Zo diep niet. Nee, dat was... Ja, genoten? Ja, man. Dat was wel echt insane, hè? Kijk dan. Kijk hoe groot hij is. Ja, man. Zo vet, hè. Kijk hoe ze dit doen. Kijk hoor. Het mag niet in het water komen, denk ik. Wow. Damn. Oei, joh. Ja, dat moeten ze denk ik zo snel doen. Mag niet in het water. Ik denk wow. Mooi, zo. Geslaagd. Allemaal box. Dit is wel echt een missie. Hey. Oké, ik heb ze net eventjes gevraagd aan deze meneer van de boot. Hoe hoog was het nou precies? Ik zou zeggen, laat het weten in de reacties hier beneden. Er is één correct antwoord. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan zetten in de reacties. Er is één correct antwoord. En ik ga vanavond later ga ik vertellen hoeveel meter hoog het is. Moet ik wel duidelijk zeggen, het is niet vanaf de boot hoe lang de lijn is. Maar hoe hoog hebben wij gezeten, Thijs, Noël, Marjon en ik, van het water tot het bovenste punt. Dat is een standaard lengte die ze hanteren. Hoeveel meter is dat? Ik ben heel erg benieuwd. Wow, dat was zo sick weer. Nu vind je het leuk, hè? Ja, nu vind ik het helemaal mooi. Ik was zo'n poepet daarboven. Ja, nu zie je helemaal mannetje. Man. Ja, je zit hier al de hele tijd off camera helemaal te praten van. Nee, ik vond het wel echt spannend. Jammer dat ik net mezelf filmde en niet Noël. Hij is ook groot, hè? Nice man. Hij zit met zijn tenen om die touw heen. Het anker wordt gedropt en we gaan blijkbaar weer met zo'n sofa gaan we weer terug naar land. Geniaal. Het is bizar, hè? Het is nu ook al gewoon 5 over 6. 5 over 6? Ja. Wow. Ja, ik heb het gevoel dat ik net wakker ben. Serieus? Huh? We hebben allemaal we hebben ook nog geduikt vandaag. Ja, gedoken. We hebben ook nog geduikt vandaag. Nee, dat kan. We hebben ook nog geduikt vandaag. Dat kan toch, of niet? Ja, volgens mij kan dat wel. Ja, man.
voor you got my back. Ja, toch? Of niet? Nee, gedoe. Nee, hij snapt me. Ik snap jou. Geen probleem. Ja, ik kan wel zeggen, wat heb je gedaan vandaag? Duiken. Nee, ik heb geduikt. Nee, maar ik heb Nou, gaan we weer. Oh, ik gleed uit. Vol met mijn tenen tegen die richel. Maar maakt niet uit, ik overleef het wel. Hier heb je de tas. Thank you. Thank you. Oké, okay, bye bye. And what is the name of the Dragon Ball Z? This one is Freezer. The Freezer. Ah, nice. I recognized it from my youth, so that's why. Geniaal. Thank you very much. Bye bye. Oké, bye bye. Echt een. Maar ik vond het vervelend dat je dat zei, hè? Aan het begin. Hij zei echt zo van: iedereen die hier komt. Nou, hij vond het niet vervelend, maar hij zei: iedereen die hier komt, die herkent het en die vraagt het. Maar ja, moet Dragon je me niet zo'n tattoo nemen? Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, het is maar super herkenbaar. Voor, hè? Nee. Je weet niet dat je dat. Oh, we gaan heen. Wow. Nee, maar je kijkt Bert op. Oh, we gaan terug. Oh, en ik volg als lef! Hé, maar wij kunnen dat, hè? We hebben al laten zien. Ja, we hebben al laten zien. Bijna hernia aan een vrouw. Maar yo, dit is zo chill. Ja, dit is echt lekker gewoon. Hier moeten we gewoon mee dobberen. De hele dag zo dobberen. Kijk hoe ik mijn hand heb. Ik wil het helemaal niet door, maar kijk hoe ik mijn hand heb. Een salamander, hoor. Zo'n Italiaans handje. Oh, nee, dat was deze. De... Ja, iets meer zo. Oh, en Noël is ook een compilatie van jou aan het maken van dat je zo zit. Oh, je bent er nog steeds mee klaar. Ik spaar het nog even een paar jaar op. Oh, dat wordt wel echt. Dat wordt wel echt legendary. Oh. Hey. Dit is wel echt zo grappig dat ze die met een jetski doen. Ja, dat is raar, hè? Yeah. Heb ik nog nooit gezien. Geniaal. Dat is wel slim, ja. Hey, stel, maatjes. Ging met de drone omhoog. Dat mag niet, maar... Hé, hey, wie heeft dat drone-tasje? Ik, hè? Oh, fijn. Waarom is het zo fijn? Wie heeft de drone? Hij is echt zo van, wie heeft de drone? Wie heeft die zijn lul? Wie heeft de drone? Wie heeft de drone pakketje? Niemand is de lul. Weet allemaal wel. Hoi, daar zijn we weer. Nou, ze komen je ophalen, Noël. Ja. Ga jij maar als eerst, Noël. Hij valt zo op zijn gezicht in de zand. Noël valt wel op, Rinette. Hoi. How it was, tell me now. It was very nice. Yes, we had lots of fun. I was not scared at all. What you want to do? Cry for this? Ja, alles? Ah, ja. Dit lijkt me zo geniaal om te hebben in Nederland, om op te rijden. Ja, wat moet je er anders mee doen trouwens, maar kijk, dit is geniaal. Als het goed is, mag dit ook. Dat zijn van die kleine brommetjes. Hier zit dan ook een kenteken op. Kijk, daaronder helemaal verstopt. Dan kan je nooit geflitst worden. Ideaal. Maar dit is echt geniaal. Zo'n klein brommetje. Geniaal. Echt leuk. Maar Noël, die zei van, ik weet hoe dat heet, ik weet hoe dat heet. En hoe heet dat? Ja, deze niet speciaal, maar dat heet Honda Grom. Een Honda Grom? Dat is ongeveer, dat is ook zo een. Dit is zo'n kleine... Een Honda Grom? Ja, Honda Grom. In Amerika is het zo populair. Serieus? Dan gaan ze alleen maar wheelies optrekken. Wat? Dat die dingen zo licht zijn. Oké. Okay. Thank you very much. Thank you, it was a pleasure. Pleasure. Help you enjoy your time here. Thank you very much. Zo, nou, dan gaan we met deze taxi gaan we weer terug naar het hotel. De Aquila Rhythm Beach. Rhythmno Beach. Kijk. Zeg het eens na. Oké. Okay. Aquila Rhythmno Beach. Aquila Rhythmno Beach. Bijna. Oh ja, my bag, sorry. Hoppa. Dit is geniaal. Kijk, hij heeft gewoon zo'n ding aan een touwtje zitten. Omdat, ja, dan zeg maar, hoef je je gordel niet per se om te doen. Dan kan je hem hierin doen. En dat doet hij, omdat als hij aan het rijden is, en ik haal deze eruit. Hoor je dat geluid? Pim, pim. Dat hoor je dan de hele tijd. Maar als je dan dat ding erin doet, hoor je dat niet. Maar normaal gesproken gaat hij alleen piepen als er gewicht zit op de stoel. Maar blijkbaar in deze auto niet. Dus daarom heeft hij zo'n kleine neppe aan een touwtje. Geniaal. Hoor je de piepen in ieder geval niet. Maar je moet altijd gordel om in de auto. Altijd. En daar zijn we weer. Terug bij het huisje. Yes. Ik heb een pasje. Oh, nice. Vroeg me af waar die was, maar jij had hem dus. Ja. Oh, en we hebben al dat lekker eten, lekker snoepen. Lekker van die feta en van de olijven, soms gedroogde tomaatjes, lekker worstje. Oeh. Oh, echt ziek, hè? We zijn gewoon weer terug en dan hebben we dit. Weet je wat wel een beetje zuur is? De aankomende 2 dagen gaat het misschien regenen, misschien. Dus er is nu ook al geen zon meer. Meestal is er nu nog wel een tijdje even zon. We gaan een lekkere duik nemen. Oké, ik ben ondertussen omgekleed. Aangekleed dus ook bij deze. Omdat wij straks weggaan naar het stadje, gaan we shoppen. En we gaan pas om 9:30 vanavond eten. Dus dat duurt nog even. Het is nu 7:00. Dus we hebben nog alle tijd. En Noël en Thijs die komen het zwembad maar niet uit. Maar ze gaan jullie even een demonstratie geven. Want Thijs bij deze is de lifeguard. En Noël is degene die in de problemen zit. En voor iedereen die dit ziet, let op. Want Thijs gaat Noël redden. Laat de demonstratie aan jou verder over.
precies, dames en heren. We gaan vandaag een kleine demonstratie doen. Wat gebeurt er als jouw vriend of een vriendin in het water zit en deze persoon, hè, die wordt ongerust, die voelt zich niet lekker in het water. Zorg altijd dat je een reddingsboeien bij hebt. Noël gaat even een demonstratie doen waarin hij verdrinkt zogenaamd. Noël, begin maar. Oké, jongens, wat belangrijk is... Wat belangrijk is, is dat je goed focust op de persoon en de reddingsboeien goed en gooit op de persoon. Noël, verdrink maar. Noël, gaat die? Kan je nog halen? Noël, direct! Hoog schouders. Ja. Hey, wat moet je dus doen? Nou, netjes man, goede demonstratie. Je overleef mij later, als nog het zo fijn. Dit is ook fijn. Hier zit zo'n hele harde straal die eruit komt. Hey! Oké, boys, jullie moeten er wel uitkomen. Even omkleden en alles en dan kunnen we gaan. Nee, what the fuck, denk ik? De touw tussen tenen. Maar dit is intens genieten weer, hè? Niet normaal. Oh, ik zit hier lekker chill. Ik heb even wat drinken gepakt. En ja, nu maar wachten totdat de rest klaar is. Dus het gebeurt niet vaak, maar ik ben gewoon als eerste klaar. Proost. Of Thijs? Thijs. Was jij dit? Of? Kijk, deze heb ik inderdaad gehuurd. Dat is wel een Benny actie. Dit is wel een Benny actie. Ik ben een Benny in parkeerplek. Oké, we gaan hier bij het stadje. Myron, help mij. Retimnos. Ik kan het niet goed uitspreken. Ik ook niet. Daarom, ik dacht vraag bij jou. Maar hier gaan we dus even lekker wat toeristische plekjes bekijken, wat winkeltjes. Ik ga nu Filip even bellen van het duiken. En die komt dan nog even langs. Die laat ons misschien nog wat extra bijzondere plekjes zien. Dus die ga ik nu bellen. Dus beloof wel een leuk avondje te worden. Hier hebben ze gewoon... Wat hebben ze? Hey, allemaal basketball shirtjes. De Lakers, Bryant, Jordan. Kobe. Dan kan je altijd zeggen Kobe. Dit is zo ziek. De vliegtuig gewoon een F-16. Gewoon zo laag. Waarom zou die dat doen? Geen idee, waarschijnlijk. Jij bent de vliegtuigexpert. Hoeveel missie? Hoeveel je wel niet traint als stijger, dat is echt niet normaal. Ja, volgens mij moet je heel veel vlieguren maken. Wil je überhaupt dat kunnen? Over. Zij heeft weer een leuk winkeltje gevonden. €5. Op je mel, vrouw. Ze hebben een leuk winkeltje gevonden. Dat is wel echt leuk. Kijk op die Louis. Nee, ik ben helemaal niet op, maar wat zal het hier hebben? Dit is geen Louis, denk ik. Yeah. Wow, dit is wel echt een vette winkel, hoor. Het is mooi. Wow, kijk dit. Dit is pas old school. Wat? Geniaal. Er staat zelfs Nickelodeon op en alles. Wow, dat is echt... Hé, hey, hier hebben we Rick en Morty. Kijk, maar dit, serieus, deze... Wat? Is Hey Arnold, toch? Ja. Hey Arnold. Ja, toch? Ja. Wow, ze hebben hier sikke tassen, hoor. Kijk daar ook dan. Echt lijpe tassen. Hoi. Dat was een tempo. Hoi. Hey, besef gewoon wat voor vibe het is om hier zo'n kapperszaak te hebben. Waarom dan die deur zo open? Ziek, hè? Eén op hoeveel dat jullie haar hier laten knippen. Ja, jullie moesten nog naar de kapper, toch? Ja, joh. Ik niet. Zijkantjes. Ik heb al een afspraak gemaakt bij Jessica. Ik heb ook een afspraak gemaakt als ik terug ben. Ik ook al. Nee. Ja, maar het ziet er wel sick uit dit, hoor. Gewoon zo random in de straat, alles open. Dat is ook helemaal niet duur. €10. €10 voor een haircut. Dat is echt cool. Nee, niemand geïnteresseerd? Nee, vertrouw dat wel. Je vertrouwt het niet. Iedereen laat het altijd door één iemand klikken. Ja, meestal heb je wel... Hij heeft een mondkapje weer verkeerd om. Nee, dat doet hij expres, want hij haat jouw mond. Oh joh. Dat als je boos bent, ben je blij, hè? Oké, maar geen kapper dus. Wow, kijk wat voor winkel dit is. Kijk. Dit is echt vet. Hey, Pasha's, maatje. Hallo. Oh, zo dom, dat zag ik echt niet. Maar wow, kijk hoe vet dit is. Wel super vet om dit allemaal zo te zien. Maar om echt zoiets als dit op vakantie te kopen. Kijk, dit ook is wel gaaf, hoor. Kijk die poes. Dit zou ik op zich best wel in mijn huis willen hebben. Dat lijkt me echt super gaaf voor decoratie. Al helemaal... Hey, Nederlands. Ik ben van België. Ah, België. Ah, leuk. Nou, groetjes van Nederland. Ja. Ciao. Welkom in Greta. Dankjewel. Mooie winkel. Dankjewel.
Doei doei. Ze begint in één keer Nederlands te praten. Het is de eerste keer dat we iemand Nederlands hebben gehoord. Ja, ja, het was dan een Belg. Ja, een Belg. ze zei wel welkom op Kreta, super lief. Maar dat is wat ik zei, het is typisch zo'n winkel. Super gaaf om naar binnen te gaan, te kijken. En het is echt gaaf. Maar ja, je gaat nooit iets meenemen wat zo groot is van het buitenland. Maar het is wel vet. Ze gaan naar een sportwinkel. Oh, dat ziet er wel gaaf uit. Je ruikt ook meteen. Wow, kijk al die schoenen, zo satisfying. Jij blendt ook lekker in zo in die winkel. Hallo. Wow, kijk al die fans hier, zoveel. Kijk hoeveel mooie ballen hier tussen zitten, hé. Wow. Deze is echt nice, hé. Ze hebben hele mooie basketballen. Deze vind ik ook lijp. Ja, heel ziek die ballen. Maar vooral deze. Wow, deze is echt heel ziek. Kijk nou hoe mooi dit is hier. Jeetje, Mina. Wow. Dit is echt een vet plekje om even een lekker ijsje te eten. Zo, kijk hoe helder dit is. Echt zo sick. Dat vind ik zo chill dat je met je benen zo lekker lang uit kan zonder dat je dan het water raakt. Dat vind je fijn, hè? Ik vind het ook fijn. Noël, ben jij er fijn? Ik vind dat heerlijk. Ja, jij hebt lekker snoepjes gehad. Jongetje. Ja, heerlijk. Echt serieus heerlijk. Hé, hey, maar je kan daar ook helemaal heen lopen, hè? Zie je dat? Dus dan moet je helemaal zo via daar zo. En dan kan je zo lopen daarheen. Dat is ook wel leuk. Dat is wel ziek. Zullen we dat doen? Laten we zo doen, ja. We lopen nu verder hier in de winkelstraat. Kijk wie er is. Philip! Philip. Hello! Hello, you're back again. So this is perfect, because when someone is talking about us, you know what they say, huh? I understand. So you have to pretend you are Dutch now. You're one of us. It's easy. It's easy. I will smile. Yeah. Say hello. Hello. Ja, ja, ja. Weet je wat het mooie is? Filip is... Wat zei die? Neuken. Neuken in de keuken. Oké, goed. In ieder geval, hij is Duits. En your mother was German? Yes, my mother. Zijn moeder is Duits. Zijn vader is Grieks. Toen is hij hierheen gekomen in Griekenland. Dus hij kan Duits, hij kan Grieks. En hij kan nog Engels en nog een andere taal. Maar we gaan nu gewoon een rondje maken met Filip. Hey, het eerste wat Filip zei was training. Dus hij weet dat gewoon. Ik vroeg aan Noël, hij zei waarschijnlijk een oefenmissie. Eerst wat Philip zei, zijn aan trainen. Sick hoor. Ze hebben vast een mooi uitzicht. Wow, dit vind ik ook sick, hè. Al die standbeelden en zo. Kijk dan. Dat lijkt me ook wel vet om heen te gaan naar zo'n plek waar je al die Griekse standbeelden hebt en zo. Dat lijkt me echt heel gaaf. Maat. Kijk hoe klein een strijkijzer dit is. Maar alles is klein. Alles, ja, maar dat is gewoon voor on the go. Dat is gewoon voor onderweg. Dat is ideaal, niet? Dat is geniaal. Dat is echt geniaal. Kijk dit hondje. Oh, zo mooi. Hey. Wow, kijk hoe mooi die is. Can we buy it? Wow, zo'n mooi hond. Dat hebben ze hier echt veel, hondjes. Dat merk ik echt veel. Kijk wat je hier allemaal hebt. Al deze stambeelden en zo. Wow, dus... Kijk dit ook, hè. Ziet er zo vet uit. Ken je die film Spartacus? Nee, no, sorry. Nee? Oh, wacht. Wel eens van God. Nooit gezien. Ik vind het altijd lijp op kleding. Zo van die goden of perfecte lichaam. Waar lijkt je dat op vinden? Of, waar vind je dat op lijken? Oh, joh. Wat? Ik zei, ik vind het mooi op shirts. Oh, mooi op shirts. Oh. Oh, iemand met een knuppel in één keer hier zo. Ik durf die open te maken. Hoi, prank. Nee, zo, maar dit is wel sick hoor. Hé, hey, dit is toch die ene slangenvrouw die je niet mag aankijken hoor? Zo, ja, omdat als je haar aankijkt, dan verander je in steen. Maar je keek er net naartoe. Oh shit. Alle kijkers, als jullie gekeken hebben. Oei, oei, oei. Hey, kijk hoeveel helmen je hebt. Oh, dit is echt mooi hoor. Wow, kijk wat je hier hebt. Hoeveel. Kijk ook allemaal wat op de muur hangt, hè. Maar opnieuw, ik vind het zo vet om te zien zo, maar ik zou het nooit kopen. Deze ook niet? Ja, dat is wel vet voor in huis. Ja, hoor. Hey, dit bedoelde je alleen aan de echte, zeg maar. Van die oude standbeelden, toch? Ja. Ja, zo gaaf. Wow, kijk die ene met, hoe heet dat? Ook weer die liefde, Cupido. Hey, het valt me nu pas op hoeveel lampen hier hangen. Ja. Hey, ja, zie je dat? Wow, dat is niet normaal. Ja. Blauwe zijn vet. Maar je ziet iets lekkers. Atje voor de sfeer. Olijfolie. zou ik niet atten? Nee. Check deze winkel. Kijk dan hoeveel shirtjes je hebt. En hier kan je dus je eigen shirtje printen. Dat is misschien wel geniaal om te doen. Hij heeft hier, hello. Hij heeft hier een eigen... Oh joh, hij heeft hier een eigen printer. En hij heeft hier knijters veel shirtjes zoals je ziet aan de muur hangen. Allemaal op kleur. Super autistisch dit. Heerlijk om te zien. Lekker. Echt heel satisfying. Al die kleurtjes zo. En hier kan je dus je shirtje drukken. Dus wat wil je hebben, maatje, op je shirt? Ik wil een knolpauw shirtje. Oh, nee, dat is illegaal. Dat is illegaal. Hey, kijk, de Raki. Oh ja, Raki. Connect to people. Ze hebben daar Raki shirt. If they don't have Raki in heaven, I'm not going. Nee, dat is... Dan ben je wel heel dedicated naar de Raki. Zijn er allemaal mee eens?
Doe zijn er allemaal over uit, ja? Ja. Oké, cool. We gaan iets laten printen op een wit shirt. Dan is het meteen klaar. Een andere kleur is morgen klaar. Wordt ongeveer zo groot als dit A4 papiertje. Dus dat gaan we printen. We gaan hem nu de foto's geven en dan wordt het gedaan. Oké, hij is nu bezig met de shirtjes. Echt geniaal. Duurt ongeveer 10 minuutjes. En normaal gesproken, als hij de shirts aan het maken is, kan je in de tussentijd kan je gewoon weg. Kan je gewoon een stukje lopen in het stadje hier zo. Maar het is 9 uur en ze gaan om 9 uur dicht. Dus dit zijn de laatste shirtjes die hij gaat maken. En dit wordt echt geniaal. Dit wordt echt serieus zo leuk. En we hebben ook een shirt die we voor Philip gaan maken. Maar hij weet dat niet. Dus die gaan we straks aan hem geven. Dit is gewoon mooi. Dit is gewoon geniaal. You need to stay here. Kom. I got something. We bought a little present for Philip. Because he is very nice to us. So just to remember me. Have this t-shirt for you. Okay, you have to wear it. Yeah. Thank you so much. Special for you. Yeah. Okay, I will. Nice. Thanks again for the thank you so much. Yeah. So much. And for the dining. So nice. Yes. Everything is okay. Okay, thank you. So. Geniaal. Dat moesten we gewoon even voor hem doen. Omdat hij, die guy is zo aardig. Dat is echt niet normaal. En we hebben gedoken vandaag. Super nice. Staat hier ineens hoor. Ja, nice hoor. I will have a sip for a wine. Oh, nice. Ah, nice. Kijk, hij krijgt een wijntje. Ja. Maar goed gezorgd. Hey, welcome. Thank you. Wil je nog even wat zeggen? Wil je nog even vloggen? Ik wil nog even vloggen. Kijk deze tafel. Ja, precies dat ja. Kijk deze tafel, allemaal kruiden. Oh, ik krijg gewoon trek van al. Echt hè? Wel weer gezellig dit hoor. Gezellig hè? Zeker. Echt heel erg nice. Het kan niet anders dan dat we weer een shotje krijgen. Dit is dus weer raki. Is dit raki? Racomello. Racomello. Raki mixed with honey en cinnamon. Oké, raki gemengd met kaneel en honing. Oh, honing. Ja, daarom drink ik het. Honing. En voor de rest niet, maar alleen de honing. Ik neem één shotje vanmiddag. Ik heb meteen de smaak te pakken. Ja, deze is echt goed. Jamas. Jamas. Gaan we aankijken, hè? Oh, oh. 1, 2, 3, 4. Dit is echt lekker, hè? Deze is echt lekker. Oké, eerlijk gezegd, deze is ook niet smaak. Ja, man. Ja, man. Ja. Ja, dit is lekker. Ja, is lekker. Hij is echt lekker. Nog eentje. Met een rietgilletje. Ja, lekker man. We zijn niet de laatste keer, hè? Normaal is het wel de reden om te drinken. Zit er weer nog ooit? Nee. Is het de laatste keer dat ik op deze stoel zit? Volgens mij wel. Is het de laatste keer dat ik die flesje aan het ja. maken? Oh. Nou, wel leuk dat jullie vier voor jullie allebei inschenken. Oh, bel jullie ook. Soms vraag ik me erg af, wat gaat er eens in de hoofd om? Vriendelletje. Rustig. Geniaal. Oh, de chocopasta. Ja. Olijfjes. En dan dit erboven. Ik weet niet of, dat, of ik dan iemand beledig als ik dit doe, maar dit is zo lekker. Tenminste, ik vind dit zo lekker. Wat is dit nou bij elkaar? Olijven tapenade met tzatziki. Wow. Echt goeie. Wil je deze? Voor jou gesmeerd? Ja, eigenlijk wel ja. Dat is wel love. Een review van dit recept. Oh, dat is ook zacht brood in. Ja. Heel goed. Dat is lekker hè? Hoezo kijk je zo? Die straks moet zwemmen. Straks moet zwemmen? Ja. Oh, kijk nou dan. Maar je wil dan geen eten geven, omdat ja, je weet niet of het goed is. Eigenlijk wil je het wel, maar je doet het niet. Kijk hem dan. Hij is echt schattig. Nou, we hebben echt superveel lekker eten al gekregen. Allemaal stukjes vlees en hier iets van een wijnblad met rijst erin. Hier spek, we hebben courgetteballen. Ja, we hebben echt zoveel lekkere dingen hier, dat is niet normaal. Lekkere patatjes, ook super krokant. Zo lekker hier allemaal, dat is niet normaal. Ik heb het al gehad, dat is echt super lekker, ja. Baklava, thank you. Kijk eens even, maatje. Ik zei het maar, ik heb lekker. Oei. Dit is goed hoor. Maar waarom hebben we deze dingen erbij gekregen? Ja, we hebben dit erbij gekregen. Er zitten allemaal chocolades in. Oh, oh. Daaronder zit moes, zei hij. Oei, er zit moes. Dat wist ik niet. Maar hij zei topping. Met een little topping. Ja, nee. Oh, ik dacht van. Maar hoe moet je dit eten nu dan? Oh, lepeltje. Ah, had ik niet gezien. Zo, maar die baklava. Daar ga ik even iets van eten. Ja, dit is zo lekker. Heel lekker. Ik heb zojuist even het programma van morgen doorgenomen. Alleen, daar gaat wat veranderen. We zouden eigenlijk morgen met de water
waterscooters naar een cave gaan. Dus een waterscooter tour langs caves, door caves, iets in die richting. Klinkt in ieder geval super vet. Maar aangezien Myron binnenkort jarig is, oftewel de vlog van morgen is 12 juni dat die geüpload wordt, dus dat is de verjaardag van Myron, gaan we morgen iets doen wat jij dus ooit hebt gezegd wat je graag een keer wilde doen. En dat kan geregeld worden. Ik weet het. Wat is het dan? 3, 2, 1. Paardrijden op het strand. Ja! 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 Die guy had het net al verteld. Meen je niet? Hij zei dat. Maar ik zei zo van, but it's a surprise. Zo, ik vroeg dat. Zo van, is het een verrassing? En zei hij zo van, oh no, but she tells him right now. Dus ik zo, ja. En hij zo, you're going horse riding on the beach tomorrow evening. Dus ik zo, okay, I think it was a surprise. Maar ik twijfel of dat zeg maar heel de planning was, want dat is de enige waar die vertelde. Ja, want hij zei dat is in de avond. Nee, dat klopt dus helemaal niet. Nee, we gaan om ongeveer 11 uur. Nee. Hij weet het niet meer. Jawel, ik weet het wel. Om 10:15 komt hij naar het resort. Dan bespreken we wat dingetjes door. En dan gaan we om ongeveer 11 uur gaan we naar het strand ergens. Waar ze dus paarden hebben, waar we dus kunnen paardrijden op het strand. En dan daarna worden we meegenomen naar een hele oude stad. Dan gaan ze onze rondleiding geven op Segways. Oh nee. Kunnen we de planningen terug draaien? Goed, dus morgen krijgen jullie sowieso een Benny-actie te zien. En dan daarna gaan we lunchen in dat stadje. En dan daarna hebben we de rest van de middag hebben we zeg maar vrij. Gewoon hebben we niks op de planning. Tot in de avond. Dan gaan we avond eten voor het laatst bij het resort. Want dan die avond, morgenavond, gaan we dus weg naar een andere plek. Morgenavond? Die avond wel. Volgens mij wel. Nee, die dag erna. Oh, die dag erna. Dus morgenavond of die dag gedaan. Dus water, strand, paard, yes. Oude stad, lunchen, Segway, tour. Helemaal top, toch? Ja, klinkt super vet. Ja, man, goede planning. Ik bedoel, paardrijden op het strand. Waterscooter door een cave. Ga liever paardrijden op het strand, toch? Wie wil mij nou niet? Nou, ik moet wel zeggen dat ik het ook wel jammer vind dat we niet met de jetskis gaan. Door de grot. Want door grotten de jetski lijkt me ook wel echt ziek. Ja, dat lijkt me ook heel sick, maar. Hebben we deze vakantie al op een jetski gezet? Ja. We hebben deze vakantie al op een paard gezet? Nee. Nee, ik wel. Goed. We lopen in één keer in zo'n eng steegje. Dit is een beetje sketchy, hè? Zo, maar we lopen wel in één keer gewoon waar zijn de mensen gebleven? Laten we gewoon af de kat aan doen. Oh, kijk dan. Kant voor de luik. Is die zo... Ja, we moeten die kat volgen. Ja, als die erin gaat, gaan we ook naar rechts. Ja. Okay. Kijk waar die kat heen gaat. Oké, jij gaat naar links. Ja, wij moeten ook naar links. Nee, is dus echt die kat. Oh, er komen in één keer mensen. Oei. We zitten met je motor naar huis. Dat weet ik niet. Dan komen we gewoon zo, maar dit is wel echt in één keer een steegje. Ja, hangt zo'n helm aan de deur. Moest echt met die motor. Kocht er iemand achterop? Tekens, jongens. Wat gaan we doen? Oké, nu komen we weer in de winkelstraat. Zeggen jullie graffiti of graffiti? Graffiti. Graffiti, denk ik. Graffiti, ja? Jij? Ja, ik zeg graffiti. Ik zei vroeger altijd graffiti, maar ik dacht ik doe gewoon wat anders. Je denkt gewoon weer Nederland. Ja. Maar wij zijn toch echt graffiti. Maar graffiti is ook van zwaartekracht. Ja. Graffiti. Dus dan is het misschien wel slim om gewoon graffiti te zeggen. Zeggen. Maar graffiti lijkt op confetti. Nee. Oh joh. Oh joh. Dat is een fiets. Thijs. Nee, ik ga niet zo goed fietsen hoor. Ik doe echt fietsen, maar ik ga fietsen. Hij ging echt hard, hè? Ik kan gewoon sturen. Ben je ooit zo hard gegaan op de fiets? Nee, denk ik niet. Ja, ben je mixen, bro? Ja, de laatste keer dat ik zo hard ging, ging ik op mijn bek, hè. Oei, ben niet zo. Hij gaat weer zo'n moment zetten. Hij gaat weer zo heel te die kamer op mij zetten. Oh, kijk, die rechtspiegel. Oké, dames en heren, daar zit ik weer in de vergaderruimte waar ik mijn laptop heb geïnstalleerd met internet via een draad, zodat ik veel sneller kan uploaden. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik heb weer ontzettend genoten. Het was een super dag. Echt bizar wat we allemaal weer hebben gedaan. Ik kan niet geloven dat we hier zijn en...
De mensen die ons hebben gevraagd om hier naar Creta te komen, die hebben het programma volgeboekt. Dat is niet normaal. We doen echt gekse shit op per dag. Het is absurd. En het is zo, voor mij is het zo extra genieten. Omdat heel veel dingen die ik doe, doe ik bijvoorbeeld voor de tweede keer. Maar voor Noëls is het zijn eerste keer. Thijs de eerste keer. Marina de eerste keer. Morgen paardrijden op het strand. Oh, zo vet allemaal. Dus ik hoop dat ik jullie morgen weer zie. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol, power.